ook wel een beetje spannend om wat te presenteren. Maar ik geloof dat we een heel leuk komende half uur tegemoet gaan. Ik ben Daisy Razing. En ik werk nu als Business Developer Cybersecurity bij SCDN. En bij SCDN hebben we ook een cybersecurity product. En dat heet Cybersterk. Cybersterk is een monitoringsdienst. En ik ben daar om het product door te ontwikkelen en op de markt te brengen. Dus dat zijn we as we speak aan het doen. Mijn achtergrond ligt bij Avizi en MoreApp. Ik ben daar Information Security Officer geweest. Voor een aantal jaar heel veel geleerd, heel veel leuke dingen gedaan. En die kennis die neem ik nu ook weer mee in de baan die ik nu heb. Verder woon ik in Gent. Klein dorpje tussen Arnhem en Nijmegen. En ja, net zoals iedereen, lekker thuiswerken nu. Dus dat is voor iedereen nu wel een beetje normaal geworden. Nou, waar gaan we het vanmiddag over hebben? Of het komende half uur. Ik heb een aantal onderwerpen hier opgeschreven. En hoe ik het ga doen is, ik ga geen heel veel sheets laten zien. Want ik heb zo de verwachting dat mensen lekker ondertussen hun mail ook nog af en toe al doen. Dus blijf lekker luisteren. Ik ga lekker kletsen. En ik behandel de onderwerpen die je nu voor je ziet staan. Kijk, mijn doel voor vandaag is dat jullie hier straks weggaan. En echt het idee hebben van, oké, er zijn dus echt hele praktische dingen die ik vanmiddag kan gaan doen. Om mijn cybersecurity beter in te richten. Dus veiliger te worden tegen aanvallen. Had ik nog meer over te vertellen? Ja, als jullie vragen hebben, stel ze gewoon gerust tussendoor. Ook als je iets wilt zeggen of een ervaring wilt delen over iets wat ik vertel. Gewoon lekker unmuten en onderbreek me. Dat vind ik prima. Ik vind het namelijk leuk om van anderen te leren. En ik denk dat we daar zelf ook allemaal het meest aan hebben. Als dat niet zo is, dan blijf ik een half uur lekker zenden. Dus een beetje afhankelijk van wat jullie willen. Nou, we beginnen eigenlijk gewoon maar meteen met de praktische tips, hè, waar ik het net al over had. Het rijtje wat er staat, dat gaan we eigenlijk op chronologische volgorde af. En dan komen we eigenlijk bij het allereerste punt en dat is updaten. Ja. En dat klinkt natuurlijk super voor de hand liggend. Jongens, update je spullen en je bent gewoon helemaal veilig. Dat is natuurlijk tot op zekere hoogte zo. Maar updaten is wel zo onwijs belangrijk. Echt de grootste hacks die er zijn gepleegd in de recente jaren. Dat heeft vaak te maken met dat er niet op tijd security patches zijn geïnstalleerd en uitgerold. En dat mensen gewoon niet op tijd updaten. En wat is daar nou het risico van, hè? Als je niet op tijd update? Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er een lek is ontdekt in een bepaald programma. En dat lek dat wordt via het internet verspreid. Dus niet alleen goed bedoelde onderzoekers die het lek hebben gevonden, die weten ervan. Maar ook mensen die jou kwaad willen doen. En om de kans dat dat soort mensen gebruik maken van de lekken die er zijn gevonden, is het heel belangrijk om de updates die worden uitgebracht om die lekken weer te dichten, om die uit te voeren. Dus eigenlijk heel simpel. Maar ja, ik denk dat iedereen wel eens een keer een update zegt van, nou, installeer vanavond of morgen misschien, remind me tomorrow. Maar het is wel belangrijk om dat te doen. Afgezien van het veiligheidsaspect kan ik je soms ook nog hele leuke features brengen als je iets update. En wat er in de update zit, dat is ook altijd beschikbaar. Als je naar degene die de update uitbrengt van de tool, als je daar naar de website gaat bijvoorbeeld en gaat zoeken wat er in die update zit. Dus het kan ook niet alleen voor je veiligheid goed zijn, maar ook dat je wat meer gebruikersgemak kunt ervaren. Dus eigenlijk een dubbel voordeel om te updaten. Het is echt heel belangrijk. Daarmee bescherm je jezelf al zo goed. Dus dat beveel ik echt iedereen aan. En daarom staat hij ook als eerste punt. Als tweede punt staat een beetje cryptisch omschreven. Daar staat overzicht met kroonjuwelen. En wat bedoel ik daar nou mee? Kijk, als je een bedrijf hebt, dan heb je overal informatie staan. En je weet zelf het beste welke informatie voor jou nou echt onwijs belangrijk is. Hè? Dat zijn dus jouw kroonjuwelen, noemen ze dat overal. Nou, ik vind het al
Een bijzonder woord en wel pakkend, dus ik gebruik hem lekker ook. Dus ga redeneren vanuit die informatie die voor jou zo belangrijk is. Van waar staat dat dan? En als ik daar naartoe ga, wat heb ik daar dan voor nodig? Welke programma's bijvoorbeeld heb ik daarvoor nodig? Of is het zo belangrijke informatie dat ik dat ook versleuteld wil hebben staan? Dat zijn allemaal overwegingen die je jezelf kunt afvragen. En dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Zou je op een whiteboard, wat ik hier achter mij heb staan, gewoon in een flow of een tekening kunnen uittekenen van hey, welke informatie staat waar? En hoe informatie door mijn systemen heen. En dan kom je eigenlijk op het volgende punt uit, wat ik eigenlijk wil aanstippen, is een creëer overzicht van waar alles staat. En als je dat hebt, nou, dan ben je al supergoed bezig. Want wat je dan kunt doen, is gaan kijken met welke leveranciers je dus te maken hebt. Maak je gebruik van producten van Google? Maak je gebruik van Microsoft? En welke afspraken heb je met hen gemaakt of heb je moeten accepteren? In dit geval dan bij zulke grote bedrijven. Hoe zij met jouw data omgaan? En met Google en Apple heb je eigenlijk een soort van voorwaarden die je alleen maar kunt accepteren. Maar als jij met kleinere bedrijfjes zaken doet, bijvoorbeeld iemand die... even een goede bedenken. Iemand met wie... of jouw salarisverwerker. En dat is bijvoorbeeld iemand die wat kleiner is, een kleiner bedrijfje. Maar die gaat echt wel met gevoelige gegevens van jouw onderneming aan de haal. Die verwerkt dat. Dan kun je met die persoon om de tafel om te gaan kijken van hey, wat is nu onze verantwoordelijkheid en welke afspraken hebben wij nou gemaakt over de informatie die wij hebben? Dus het is heel belangrijk om in eerste instantie al dat overzicht te hebben van hey, wat heb ik eigenlijk allemaal in huis en waar staan die dingen? Dat is kan een redelijk intensieve oefening zijn, maar ik denk als je begint vanuit de meest waardevolle informatie die je hebt als bedrijf en dat gewoon langzaam gaat uitwerken naar de andere lagen van belangrijkheid van informatie, dat je daar best een heel mooi overzicht van kunt maken en dus de hoogste risico's, dus de informatie die het meest belangrijk is of het meest gevoelig is, dat je die in ieder geval goed beschermt en dus prioriteit geeft. Heel belangrijk. Maar goed, het is ook wel een administratieve handeling. En uit ervaring weet ik dat we niet altijd allemaal evenveel zin hebben in dingen opschrijven of uitwerken, documenteren. Maar het is wel zo belangrijk, zeker voor je eigen rust ook, denk ik. Dat je weet dat als er een keer iets aan de hand is, dat je weet waar het staat, wat je moet doen en wie je moet bellen. Dan kom ik... op het derde punt, dat is wachtwoordbeleid. Heeft iemand tussendoor trouwens vragen? Nee? Nou, dan ga ik gewoon rustig door. Als er wel vragen zijn, stel ze. Dankjewel. Wat zeg je? Gaat goed zo, dankjewel. Oké, goed zo. Ja, anders dan ratel ik maar door. Ik denk het is goed om even te vragen hoe iedereen erbij zit. Wachtwoordbeleid. Daar is heel veel over, wordt heel veel over gesproken, over wachtwoorden. Wat moeten we daar nou mee? Hoeveel karakters moet een wachtwoord hebben? Moeten we daar nou wel echt speciale tekens in verwerken? Of hoeft dat niet? Hoe zit het met hergebruik van wachtwoorden? Ja, volgens mij is iedereen daar wel een beetje mee doodgegooid met hoe je wel of niet een goed of een sterk wachtwoord moet gebruiken. En persoonlijk vind ik dat er maar één oplossing voor is. En dat is een wachtwoordmanager gebruiken. Dus voor alle accounts die je hebt, laat je die tool een eigen wachtwoord genereren. En die gebruik je. Dat heeft wel één risico. En dat is dat die tool weer beveiligd is met een wachtwoord. Dus je voelt hem al aankomen. Dat wachtwoord moet wel zo ontzettend... ik hoor iemand. Hoorde ik iemand? Nee, er komen steeds mensen nog binnen. Dus ik denk dat je die hoort. Oké. Nou, dan ga ik door. het is dus zaak dat je dat master wachtwoord, die je dus toegang geeft tot die tool,
heel lang gaat maken. Want echt, de kracht zit hem echt in de lengte van een wachtwoord. En dat heeft ermee te maken dat het heel veel mogelijkheden heeft. Hè? Dus ieder karakter is één mogelijkheid. Het heel veel mogelijkheden heeft totdat je een goed wachtwoord hebt geraden. Dus dat betekent veel rekenkracht die je nodig hebt en dus veel tijd. En volgens mij vanaf een wachtwoord van karakters en duurt het zo lang voor een systeem om dat echt te raden. Natuurlijk is het nog langer, nog beter. Maar zorg dat je minimaal 13 karakters gebruikt in je wachtwoord. En het liefst dus met zo'n wachtwoordmanager. Dan kun je ook zelf instellen hoe lang je hem wilt hebben. Of je speciale karakters wilt gebruiken. En het voordeel is, je hoeft het gewoon nooit meer te onthouden. Je hoeft je nooit meer af te vragen, hey, wat is mijn wachtwoord ook alweer? En dat vraagt wel één ding van je. En dat is dat je bij iedere nieuwe tool bij waar jij je aanmeldt, dat je die dus in die wachtwoordmanager laat zetten. En dat gaat heel simpel via de browser. Want zo'n wachtwoordmanager heeft vaak een plugin voor je browser. En die vraagt dan zelf, want dat ding is heel slim gemaakt, en die ziet dat daar velden zijn waarin jij je username invult en een wachtwoord. Dus die zegt dan zelf, hey, wil jij dat ik een wachtwoord voor jou verzin? En dan zeg je, ja, dat wil ik. En dan vult hij een wachtwoord in. En dan druk jij op create account bij bijvoorbeeld een webwinkel. En dan krijg je bovenin een melding. Hey, wil jij ook dat ik hem toevoeg aan jouw kluisje? En dan zeg je ja. En that's it. En dan is het gewoon klaar. Heerlijk. Het is eventjes misschien wel wat inlezen. En er zijn ook verschillende mogelijkheden voor een wachtwoord tool. En mijn advies daarbij is, kijk wat voor jou het fijnst werkt. Op basis daarvan, want het moet wel bij jouw werkwijze passen. Enerzijds, en anderzijds moet het natuurlijk ook veilig zijn, et cetera. Kijk, een grote wachtwoordmanagers die er zijn, bijvoorbeeld OnePass, LastPassword, of LastPass heet het volgens mij, en OnePassword, zoiets. Dat zijn de wat grotere boeren. Ik gebruik zelf LastPass en ik vind het heel fijn. Je kan hem ook op je telefoon gebruiken. Nou ja, mensen zitten ook veel op hun telefoon. Dat werkt nog niet helemaal vlekkeloos, maar ik vind het niet erg om iets meer effort te stoppen in het. Dus geregeld. En ik denk dat dat voor bedrijven net zo goed kan natuurlijk als voor iemand persoonlijk. Ik zie ook wat vragen binnenkomen. Dat vind ik leuk. Persoonlijke vragen, ja. Ja. Hoe vaak zal je zo'n wachtwoordmanager wachtwoord aan moeten passen als je er gebruik van zou maken? Is dit ook in te stellen dat collega's dit eens in de zoveel tijd doen? Dat vind ik een hele goede vraag en ook heel interessant. Want er zijn... Tenminste, je hoorde wel eens van, joh, je moet iedere maand je wachtwoord veranderen. Want dat is veilig. En anders dan word je misschien gehackt. Alleen het probleem is met aanpassen van wachtwoorden en ja, soms de luiheid van mensen. Dat ze niet steeds een nieuw wachtwoord willen bedenken. En dat heeft niet altijd met luiheid te maken. Soms ook met, hey, kan ik het nog wel onthouden anders? Wat mensen doen is gewoon een nummertje erachter zetten en hem weer ophogen. Nou ja, slimme tools die vangen dat af, die zeggen nee, jij mag niet hetzelfde wachtwoord met een ander nummer gebruiken, het moet echt een heel ander wachtwoord zijn. Dus dat zorgt eigenlijk helemaal niet voor meer veiligheid in het gebruik van je wachtwoorden. Dat maakt het zelfs alleen maar slechter en vermoeiender, waardoor mensen ook een hekel gaan krijgen aan wachtwoorden invullen, alles met wachtwoorden, wordt dan heel vervelend voor mensen. En dat wil je voorkomen. Want het moet niet iets vervelends zijn. Het moet iets zijn wat jou helpt. Het helpt jou om jouw gegevens te beschermen. En daar ben jij zelf verantwoordelijk voor. Dus, er zijn er zijn onderzoeken geweest die ook echt daadwerkelijk hebben aangetoond dat wachtwoordrotatie niet werkt. Dus mijn advies is, als jij via een wachtwoordmanager een wachtwoord hebt aangemaakt van meer dan 13 karakters, dat je dat niet hoeft te veranderen. Kijk, als jij na een jaar of 5, 6 zelf denkt van nou misschien toch maar eens doen, dan kan dat. Hè? Ik bedoel, dat kan ook in die tools. Dat is prima mogelijk. Maar dat hoeft echt niet iedere maand.
Wanneer je wel je wachtwoord wil roteren, is als je bijvoorbeeld voor een team in je bedrijf wachtwoorden hebt. Bijvoorbeeld dat je allemaal toegang wil tot dezelfde e-mailbox. En dat is dan niet op een gebruikersaccount, maar meer op een teamaccount. Dan wil je, als iemand jouw team verlaat, dat dat wachtwoord wordt geroteerd. Dus dat je een nieuw wachtwoord krijgt. Dus dan is het wel goed om te doen. Eigenlijk moet je dat dan doen, als iemand het team verlaat. Ik hoop dat dat voldoende antwoord is op jouw vraag, Roy. En anders dan lees ik wel of je nog verdere vragen hebt. Robin vraagt, waarom vind jij LastPass niet vlekkeloos werken? Ja, dat heeft dus met dat mobiele aspect te maken, wat ik net al noemde. Op mijn mobiel pakt hij niet altijd zelf de credentials die ik nodig heb. Of als ik een account heb aangemaakt, dan zegt hij niet zelf, hey, wil je dit bewaren in je kluis? Terwijl ik dat dan wel wil, dan moet ik dat zelf eventjes aanmaken in LastPass zelf. Maar verder vind ik het een fijne tool. Dan zou het iedereen aanbevelen. Ondervangen. Nou, eigenlijk wil ik helemaal geen wachtwoorden van klanten. Natuurlijk kom je daar niet altijd onderuit. Maar dat kun je... dat is wel een goede vraag. Je kan het versleuteld naar elkaar sturen. Je kan beveiligde e-mail gebruiken bijvoorbeeld. Maar je kan ook gewoon naar die klant toe gaan. En het daar gewoon mondeling, zonder dat het ook maar ergens opgeschreven hoeft te worden, invoeren. Ik weet niet hoe makkelijk dat is. Kijk, als jij een klant in Amerika hebt zitten, is het natuurlijk wel wat lastiger dan wanneer die hier op de hoek zit. Maar zorg in ieder geval niet dat die onbeveiligd de lijn overgaat. Dus dat is mijn advies. En ook nooit een username met een wachtwoord samen versturen. Dus altijd apart en het liefst ook via een ander kanaal allebei. En dat is natuurlijk om te voorkomen dat iemand meekijkt en beide credentials in handen heeft. Kijk, ja. Als iemand alleen een wachtwoord heeft, dan ja, succes met je username. Alhoewel dat soms ook heel makkelijk te raden is, hè. Maar voorkom het zoveel mogelijk. Oké, dankjewel. Oké. Wachtwoordbeleid. Had ik daar nog meer dingetjes over te vertellen? Kijk, eventjes. Oh ja, dat is nog wel een hele belangrijke. Wachtwoordbeleid is... is één, maar een tweede factor erop zetten, dat is wel echt, als het kan, raad ik het iedereen aan om te doen. Een tweede factor is zo gedaan, oké, je moet wel af en toe een extra code invoeren, maar dat is wat ik zojuist ook al noemde. Wachtwoorden zijn er niet voor niks, het is voor jouw eigen veiligheid en de veiligheid van de gegevens van de klanten die jij bedient. Dus dat ja, mag... wel een extra beveiligingsmaatregel gebruiken. Dus twee-factor authenticatie, gebruik het zoveel mogelijk. En daarmee ondervang je dus dat iemand niet via jouw username en wachtwoord meteen ergens binnen kan komen. Want jij, als jij die tweede factor aan hebt staan, krijgt daar een berichtje van. Van, hey, wilde jij? Dat je, nee, dat was ik niet. Tot zover, denk ik. Het wachtwoordbeleid, het is ook al 2:50. Man, het gaat snel. Dat is een half uur wel kort. Ik heb nog weer een vraag. Even kijken. Is bijvoorbeeld LastPass... Oh, dat gaat nog over dit onderwerp. Dat doe ik nu. Is bijvoorbeeld LastPass een mooie tool voor bedrijven... die bijvoorbeeld alarmcodes van klanten hebben? Om leveranties te leveren. Zodat personeel, collega's gezamenlijk een app hebben... waar de gegevens zijn, zodat dit... Wow, wacht even, you lost me. Zodat we gezamenlijk een app hebben waar de gegevens zijn, zodat deze codes niet snel opgeschreven worden op een leverdag. Oh zo, dus dan heb je eigenlijk een soort van tijdelijke wachtwoorden. Bedoel je dat? Dus dat je iedere dag andere codes hebt. Ja, weet je, dat zou kunnen, maar daar is die tool niet voor gemaakt, als ik dat even heel... Kijk, het is natuurlijk echt gemaakt om accountwachtwoorden. Ja, ligt natuurlijk aan hoe je een accountwachtwoord definieert. Als je alarmcodes ook een soort van username-wachtwoordvorm hebben, zou je dat kunnen doen. Dus dat zou kunnen. Ik zie hier alleen wel dan dat je zelf dus het wachtwoord gaat invoeren. En niet dat de tool dat voor jou hoeft te doen.
Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje voorbij aan de tool. De tool wil jou juist veilig maken door de wachtwoorden die hij voor jou verzint. In plaats van dat je dat zelf doet. Maar misschien is het een goede om, om achteraf nog eens te bespreken. Dat is misschien iets te inhoudelijk. Maar ik vind het wel een goede vraag van jou. Dan ga ik door met het volgende onderwerp. Dat is backup en restore. Daar hoef ik denk ik niet zo heel veel over te zeggen. Anders dan dat het onwijs belangrijk is om backups te maken. En die zijn niks waard zonder een restore test. Een succesvolle restore test. Dus wat je eigenlijk jezelf moet afvragen. Is hey, waar staan, als je naar punt 2 kijkt van het overzicht kroonjuwelen. Waar staan mijn kroonjuwelen? En worden daar eigenlijk backups van gemaakt? Ga maar eens vragen of ga maar eens zelf kijken of die backups nog überhaupt draaien. En controleer dan vervolgens ook of daar ook een succesvolle restore test van is gedaan recent. Want een backup is heel waardevol, maar als het niet teruggezet kan worden wanneer het nodig is, dan is een backup niks waard. Dus controleer dat, hè. En ook als jij een IT-leverancier hebt, sta erop dat jij de resultaten mag inzien van succesvolle restore test van jouw data. Dat is echt, dat moet je echt doen, want jij bent straks degene die niks in handen heeft als jouw onderneming door ransomware is getroffen. Dus doe dat. En je kan bij wijze van nu een mailtje openen en typen, laten we volgende week afspreken om dit te bespreken. Want het is echt heel belangrijk. En ik snap ook dat door de dagelijkse dingen, dat mensen er niet altijd bij stilstaan hoe belangrijk dat is. Dus doe dat. Ik kom bij het volgende punt. Monitoring. Ja, heb ik firewall achtergezet. Ook een soort van monitoring. Monitoring is ook een stuk van preventie. Hè? Je hebt daar verschillende mogelijkheden in. Je kunt al je devices laten monitoren. Endpoint protection noem je dat dan. Je kan je cloud laten beveiligen. Cloud security. Je hebt netwerkmonitoring. Website monitoring. En eigenlijk hangt het er een beetje van af waar jouw business zich bevindt. En waar veel activiteit of waardevolle dingen te vinden zijn voor een mogelijke indringer. En dat ga je monitoren. Dus je hoeft niet misschien te monitoren als jij een ijskoopboer bent, dat jouw netwerk er goed bij hangt. Ja, natuurlijk is het altijd wel handig, maar je snapt wel wat ik bedoel. Het moet passen bij de spullen die waardevol zijn. Die ga je monitoren. Zoals ik aan het begin al heb verteld, ontwikkel en breng ik op de markt een monitoringsdienst, Cybersterk. Wat we bij Cybersterk doen, is we hebben een deel netwerk intrusion detection, netwerk IDS, dat is het beveiligen van je netwerk. En daarnaast hebben we binnen Cybersterk een netwerkscan, die dus alle devices binnen je netwerk gaat scannen. Op bijvoorbeeld puntje 1, het niet op tijd hebben doorgevoerd van updates. Dus dat je achterloopt in bepaalde updates. Of mensen gebruik maken van tooling die je eigenlijk helemaal niet wenselijk vindt. Bijvoorbeeld, ik wil niet dat mensen Dropbox gebruiken. Nou, dat zie je dan terug in zo'n netwerkscan. Website scan zit er ook in. En daarmee scan je dus eigenlijk op vulnerabilities, kwetsbaarheden op je website. Ja, ik kan hier een heel verhaal gaan vertellen en een heel verkooppraatje. Dat ga ik niet doen. Wat ik wel ga doen is vertellen dat jullie 30 dagen gratis Cybersterk kunnen uitproberen. Zodat ik mijn praatje niet hoef te doen en niet zelf kunt ervaren. Dat vind je op sidn.nl. Onder producten zie je Cybersterk staan. Dan kun je gewoon aanmelden. En dan helpen we je heel graag verder. Dan tot slot. Hij staat bijna onderaan. Maar het is heel belangrijk. Dat is security awareness. Kijk, ik ben nu allemaal dingen aan het vertellen. Best wel technisch. En niet iedereen is daar even onderlegd mee. En dat is ook prima. Want dat is nou eenmaal zo. En niet iedereen vindt dat even interessant. En toch is het heel belangrijk. Kijk, in het nieuws wordt je heel veel overstroomd met berichten over datalekken, over ransomware, over allerlei soorten aanvallen. En dat is allemaal gedreven vanuit angst eigenlijk.
ja, de angst dat je gehackt wordt, dat je iets kan overkomen. Dus het is zo belangrijk dat mensen begrijpen waarom ze hun spullen moeten beveiligen. Maar ook dat het ook zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden. En zo leuk mogelijk. Want security, het is gewoon echt een heel leuk vak. Het is, het klinkt misschien heel technisch, maar dat is het lang niet altijd. Je kunt hele goede discussies hebben. En zeker is het daarom goed om je medewerkers, bij wijze van als jij een interessant artikel hebt gezien of gelezen op het internet, stuur dat gewoon naar mensen door. En als je een keer een stand-up hebt of een bijeenkomst op je werk, gooi er gewoon af en toe eens een keer een nieuwtje in wat je hebt gehoord of gelezen op het gebied van security. Of betrek het juist op jullie zelf. Hè, dat je bijvoorbeeld gaat leren van dingen die binnen jouw onderneming gebeuren. Bijvoorbeeld, je hebt een phishing mail ontvangen en die zag er zo raar uit. En dan kon je zo makkelijk zien dat die nep was. Dat je op die manier, op een leuke manier, met elkaar deelt. En elkaar daarbij helpt ook. Want het is ook echt niet erg om een keer een foutje te maken. Het is wel heel belangrijk dat we daar open over zijn met z'n allen en van leren. En dat is ook een stuk van security awareness, ja, security bewustzijn. Ik denk dat dat toch wel de deken eigenlijk is over alle maatregelen die ik daarvoor heb genoemd. Dat wel de overliggende factor is wat daarvan belang is. Want zonder security awareness ga jij niet updaten. Ga jij niet dat overzicht maken. En ga jij ook geen moeilijke wachtwoorden bedenken of laten bedenken door jouw password manager. Dus dat is onwijs belangrijk. En dan wil ik afsluiten. Ik zie dat ik nog 2,5 minuten heb, 1,5 minuut. Afsluiten met maak die afspraak. Mocht jij een IT-leverancier hebben waarvan jij denkt van nou, die houdt het allemaal in de gaten voor mij. Maak een afspraak met diegene. Ga om de tafel zitten en maak mij eens bespreekbaar. Tot waar loopt mijn verantwoordelijkheid als ondernemer? En waar start die van jouw leverancier? En hoe hebben wij dat nou vastgelegd in onze afspraken? Hebben wij bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst, dat is een AVG-dingetje? Of hebben wij andere afspraken daarover gemaakt? Dus doe dat, het is super waardevol. Waarschijnlijk heb je daarna ook nog eens een heel leuk gesprek, want mensen voelen zich dan ook vaak gehoord. En dan, dan kom je gewoon tot hele leuke, goede documenten ook om samen weer op voor te bouwen. Dus dat doet de samenwerking alleen maar ten goede. Dat is mijn laatste adviespuntje van dit half uur. Iemand nog vragen? En het blijft stil. Ik was waarschijnlijk zo duidelijk. Kijk. Nou, dankjewel. Want leuk dat jullie er allemaal waren. En hopelijk zien we elkaar nog een keer. Wel, Daisy. Echt helder weer. Die security awareness, die wordt steeds duidelijker. Als je elke week zo'n sessie hebt, dan raak je deze van rust. Want volgens mij komt elke sessie inderdaad naast pas weer van mij. En eerlijk gezegd, ik heb het nog steeds niet geregeld. Dus ga ik nu doen. Ja, dat is waar. Je denkt, dat ga ik doen. En dan stel je het uit. Dus daarom zeg ik, open nu die mail. En stuur nu dat mailtje. Dan heb je het uit je hoofd. En volg de actie. Nee, helemaal goed. Dankjewel. Dan is het volgens mij precies een half uur gelukt. Ja, timing. En als er geen vragen meer zijn, dan gaan we deze sessie sluiten. En dan wil ik jou hartstikke bedanken, Daisy. Super. Ja, geen dank. Fijne dag. Dankjewel. Allemaal. Werk. Doei.